Hallo allemaal, welkom bij mijn derde versie van Nieuwe Ontdekkingen. En ik heb weer een aantal hele spannende dingen die ik met jullie wil delen. De eerste is deze, die kwam vanmorgen binnen. En dat is kokoswater uit Brazilië die rechtstreeks vanuit de kokosnoot in dit pak gegoten is. Dus hoe doen ze dat? Met een hele speciale techniek, zonder dat er licht of lucht bij komt, kunnen ze zo vanuit de kokosnoot dat sap in dit pak gieten. Dus puurder dan dit ga je het niet krijgen. Het heet obrigado en dat wil zeggen dankjewel in het Braziliaans. Dus ik zou zeggen dankjewel voor dit bijzondere kokoswater. En ik heb er laatst pannenkoeken mee gebakken. Dus in plaats van melk heb ik kokoswater gebruikt in de pannenkoeken. Nou, ik kon zeggen dat is top en dat zorgt dus voor de ideale after-workout pancake. En dan het volgende. Dit vind ik echt het bijzonderste verhaal van vandaag. Dit is miso pasta van Terrasana. En Terrasana staat bekend om hun geweldige Japanse productlijn. En het verhaal van deze miso pasta is heel erg bijzonder. Want heel erg kenmerkend voor de smaak in de Japanse keuken is umami. En dat wil eigenlijk zeggen een soort van hele neutrale, hartige smaak. En dit is miso pasta die wordt gemaakt van gefermenteerde soja. En deze is bijvoorbeeld ideaal om soep mee te maken. Een grote eetlepel in een pan met kokend water. Je kan er zoveel bij doen als je wil om hem op smaak te brengen. En de smaak is ontzettend krachtig, maar zonder dat er zout aan toegevoegd is. Dus dit is echt een ontzettend gezonde smaakversterker. En hoe wordt dit gemaakt? Dat is het leukste van alles. Dit wordt dus op typische Japanse wijze gefermenteerd. En dat wordt gedaan met koji. Dat is een Japanse schimmel die gek genoeg alleen in Japan voorkomt. En die schimmel wordt gebruikt om de soja te fermenteren. En dat gebeurt in 100 jaar oude cederhouten vaten. En daarop komen allemaal rivierstenen te liggen om te zorgen voor de juiste druk. En die rivierstenen worden handgestapeld. En dan uiteindelijk zit de schimmel tot aan het plafond. Maar dat is een heel goed teken, want hoe meer koji er aanwezig is, hoe lekkerder die wordt. En dan na een hele tijd, na een lange fermentatie, heb je uiteindelijk deze miso pasta. Dus authentieker kan het niet. En dat vind ik heel erg bijzonder. Daarnaast hebben ze ook andere Japanse dingen zoals sesamolie, een hele goede variant van sojasaus. Maar ook daikon, een soort van gedroogde typisch Japanse radijs. Ga gewoon eens kijken als je dol bent op de Japanse keuken. En ik ben in ieder geval dol op deze voor in mijn soep. Dan. Dit at ik vanmorgen als ontbijt en dat is een nieuwe favoriete granola, maar dan eigenlijk een beetje gezonder, op zijn minst een beetje spannender. Hij is van Raw Organic Food, van de smaakspecialist. En wat zit hierin? Ik kan het even laten zien. Het is echt super simpel. Je ziet hier dus gekiemde boekweit. Daarnaast zie je cacao. Er zitten wat dadels in. Heel erg fijn verwerkt. Een beetje kokos en een beetje kokosbloesemsuiker. En that's it. En boekweit is glutenvrij. Dus dat is heel erg fijn. En daarnaast is het een heel erg gezond en voedzaam graan. En in dit geval is hij dus gekiemd, waardoor de goede voedingsstoffen nog beter naar voren komen. Dus als je eens een keer een variant op je muesli wil proberen, dan kan ik deze van harte aanraden. Ook heb ik hele spannende bars ontvangen. De Primal Pantry. Sommige van jullie kenden ze misschien al. Maar deze zijn nu ook in Nederland koop. En dit zijn Paleo bars. Dus er staat ergens op van sinds 3 miljoen jaar. Even kijken. Waar vind ik dat? Hier. Sinds 2 miljoen jaar, dat wil dus zeggen, dat het zogezegd bars zijn die al in de oertijd hadden gemaakt kunnen worden met alleen maar onbewerkte whole foods. En deze bars bestaan uit maximaal 4 of 5 ingrediënten. En eigenlijk is het vooral noten en fruit. Dus bijvoorbeeld deze is met amandel en cashew. En deze is met hazelnoot en cacao. Dus eigenlijk een soort van gezonde chocoladereep, zeggen ze. En deze is met kokos en macadamia. Vind ik ook super lekker klinken.
Dus dit zijn hele voedzame, gezonde tussendoortjes. Want we kennen dat moment allemaal. Dat we in de auto zitten of in de trein. En dat we iets gezonds willen eten. En dat er niks voor handen is. En dan ga je toch al heel erg snel naar de kiosk of benzinepomp. En dan vind je daar alleen maar ellende. Stop dit in je auto. Weet je, ze blijven echt oneindig lang goed. En dan heb je altijd iets gezonds en verantwoords bij de hand. Last but not least. Ik ben dol op humus en Maza is een van die bedrijven die specialist is in het maken van Midden-Oosterse producten zoals hummus en falafel. Ik ben laatst bij ze geweest en tonnen met kikkererwten vind je daar. Echt fantastisch om te zien. Maar die hebben nu weer 3 nieuwe varianten. Althans, misschien zijn ze er al eventjes, maar ik kende ze nog niet. Dus ik vond het leuk om het even met jullie te delen. Dit is Yazara. En dat is eigenlijk een wortelpompoendip, alsnog op basis ook van kikkererwten. Fijn oranje kleurtje en wortel en pompoen vind ik altijd een gouden combinatie. Deze is met hummus met artisjok en dat gaat dus eigenlijk heel erg toe naar vegan cream cheese. Want als ik zelf vegan cream cheese maak, dan doe ik dat heel erg vaak met witte bonen en of artisjok. En nu doen ze dat dus met kikkererwten. Er zit ook wat limoen in voor een frisse smaak. En dat is echt ideaal als je dol bent op vegan cream cheese of een variant van hummus. En tot slot, deze is met ras el hanout. Dat is dat hele typische Marokkaanse kruidje waar ik altijd mijn wortels in rooster. En dat zit hier door deze kikkererwtenpasta heen. Waardoor die net ietsjes meer pit en spanning krijgt. Dus dit zijn superleuke varianten voor op brood. Nou, dat was het weer voor deze week. Ik hoop dat ik jullie weer heb kunnen inspireren met wat nieuwe ontdekkingen. En tot volgende week. Doei doeg!